Welkom jongens bij de Gamer. Oké. Vandaag spelen we Flappy Bird. Ik ben erin geslaagd om Flappy Bird op mijn iPod Touch 5 te krijgen, vijfde generatie. Omdat ik het ooit op mijn iPad had gezet toen het pas uit was en heb ik het teruggevonden tussen mijn aankopen. En dan heb ik het daar gevonden en voilà, Flappy Bird. Ik vind het persoonlijk beter dan Flappy Wings. Ik dacht dat Flappy Wings beter was, maar blijkbaar is de echte Flappy Bird beter. Dus ik ga zien of ik deze gewoon deel 2 kan noemen. Normaal kan ik dit deel 2 noemen dan Flappy Bird. En voilà. Hier is het dan. By the way, ook als jullie willen weten hoe ik mijn iPod record, ik doe het via mijn Airplane modus op mijn iPod 5. Ik heb dan een programma genaamd Reflector gedownload. En dan kan ik alles streamen van een iPod naar een PC. En het gaat via wifi, dus moet je geen zorgen maken over USB weerwar. Eerst dacht dat het via USB ging en shit. Just fuck it. Serieus. Dang it. 1. Beste was 2 ondertussen. Onlangs heb ik heel eventjes een test gedaan nog om eens te testen of de game goed werkte, maar. Oh crap. Ik ga ook proberen Flappy MMO te spelen, of Flap MMO of zoiets. Ga eens naar deze video, dat ga ik doen. Dit is een Flappy Bird MMO, supergoed gedaan. Het is eigenlijk Flappy Bird, maar dan weer MMO's. Dus met meerdere spelers eigenlijk Flappy Bird spelen. Minder goed dan echte, nog steeds zalig. Maar de originele Flappy Bird vind ik toch de beste. Dus ja. 5! Eindelijk! Zalig mannetjes. En deze staat op het scherm, hè? Je hebt het gezien, hè? En deze staat ook op het scherm. Oké, lol. Laul. Zullen de meesten zeggen in mijn land: laul. Hapke. Oh shit. 1. Voor de 5. Dat was 2, niet 5. Kun je niet tellen, je bent een vogel, maar kom, we moeten toch kunnen tellen, eerlijk. Hij kan dus duidelijk niet tellen. De arme ziel, de arme Flappy. Hij is verleerd, hij moet tellen. Ha, ha, ha. 6. Eén is niet 6, Flappy. Je hebt weer te veel gedronken. Veel te veel. En BTW, als je dan mijn PC gaat blazen, gebruik mijn externe microfoon, dat is mijn headset. Maar het is gehoord om zo mijn PC blazen. Dat was echt, dat sukt gewoon eraan. 3. Dat is al beter. Ik heb mijn record Flappy Bird op mijn iPad is 30. Voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in mijn record. Maar ik heb het per ongeluk verwijderd. Ik was het ook wat opkast houden op mijn iPad. En ineens, shit, lag eraf. En dat was de dag wanneer het van de App Store vergaat was. En ik wist niet hoe ik het moest terugkrijgen. Oh, even slecht blijkbaar. Eventjes slecht. Maakt niet uit. Maakt niet uit, hè. Maakt wel uit. Ik ga het blijven doen tot ik 6 haal. Ik zweer het, ook al kost het mij mijn leven. Oké, het kost mij mijn leven. Oké, ik raak nooit tot 6. Nooit. Hopelijk is het volume nu wat beter, want daarvoor was ik de hele tijd aan het praten over van alles en nog wat. En toen was ik vergeten mijn volume deftig te zetten. En dan had ik een klein shitty probleem met volume. En ik was weer aan het leggen. Even zo'n iPod, een beetje dicht met de wifi. En voilà, dat gaat beter lukken. Nog niet. Blijkbaar is mijn wifi strengt heel zwak hier. Of is mijn laptop zwak wifi nogthans? Nee. Niet normaal, man. Vier. Yes. Haha. 4 punten. De originele Flappy Bird is echt wel de beste. Ik vind dit wel beter dan de remakes. Flappy Wings, Flappy Shit. Get alles. Get alles. Halve Flappy Deur of Flappy. Heb je Flappy Troll? Dat is nu een vraag voor de kijkers. Post in de comments of er een kolom van Flappy Bird bestaat, genaamd Flappy Troll. Post het. Vind hem, ik speel hem direct.
slaan mijn iPod nog te laat. Wat mijn hoofd doet is aan het versluiten en ik moet dringend laten vervangen. Ik ben nog aan de garantie dus. iPod toch? Ik niet meer. Shit. Rage, alarm. Ah, kom aan. Deze video wordt iets langer dan de vorige. Ik probeer 10 minuten te halen. Proberen. Eventjes een kleine aanpassing doen. Voilà. Dan leg ik er geen last meer van de witte rand van de recorder. Mijn PC lijkt je, dat is ongelooflijk. Klik aan onderstuur. Oké, dit is echt niet meer normaal. Ik ben ziek. Ik blijf wel spelen tot ik win. 1. En elke keer 1. En mijn record is 5. Ik ben meer rechten op te winden. Eén. We gaan voor de 2. En kom aan. Dat is weer 1. Die kan dus niet tellen, hè? Flappy is helemaal een kluts kwijt en weet je hoe met tellen. Ha ha ha, shit. Dat is gewoon 0. Oké. Kijk naar de techniek, kijk naar de techniek. Oh yeah, techniek. Alles gaat om de techniek. Dus. Zoek eens op How to Beat Flappy Bird. Die gast kon miljoenen maken. Met zijn zalige video. Ik heb die ook geliked. Eigenlijk. How to Beat Flappy Bird. Dat was zo grappig. Die slaagt gewoon zijn gsm kapot. En komen alle views en likes en comments en subscribers nu een nieuwe kopen. Of een stuk of 16 nieuwe gsm's. Volgens mij. Als het van die goedkope vrolijken zijn. Dus heel erg nieuwe gsm's voor hem. En ik blijf praten en ik blijf er niks van bakken. Oké. Ik ga rage. Ik ga rage. Ik ga rage. Ik ga rage. Chips. Hey, er 3. Yay! YOLO. You only live once. LOL. Laughing out loud. LMFO. Laughing my fucking ass off. Yay! YOLO, YOLO, YOLO Bird. En YOLO. Post ook eens in de comments of het bestaat als YOLO Bird. En waar je één kans hebt en de iOS device gaat kapot. Dit is als YOLO Bird. You only live once. Bijna 4, bijna. Maar nog niet helemaal. Lol. Oké, okay, we gaan er raken, we gaan er raken. Let op mijn woorden, we gaan er raken. En momenteel gebruik ik terug Bandicam voor mijn recordings, omdat ik het programma toch beter vind dan Action. Maar het verbruikt redelijk wat CPU en Action minder, dus bijna 5, maar kom. Ik was weer aan het ratelen. En toch vind ik Bandicam nog ietsje beter, maar ik was het kwijt, code kwijt, ik kent dat wel, die zeker. En de e-mail was verwijderd en een maand of twee moeten wachten op een reactie. Come on. Ah, oh, chips. Oh, laat reactie. Ja. Oh my god. 10. Oh my god. Record gebroken, jongens. Een medaille, zie je dat? Zie je dat? Een bronzen medaille. Zie je dat? Aha, zie je dat? Aha, zie je dat? Aha. Oké. 10. En mijn record was 30. Zalig. Nog één keertje, kom. Om het af te leren. Oké. Het is allemaal aan de techniek. Waarom gaat het ineens zo om dat ik rustig blijf, zeg? Wist me dat de rage als de Flappy Bird spelen de truc is rustig blijven. Shit! Dat is een kelletje. Shit. Oké. Blijf het gewoon doen. Want ik vind de originele Flappy Bird is redelijker met de pijpen. Er kan nog een klein beetje tegen de pijp komen zo kopken bij de Flappy Wings. Boonk, met de kop er tegen en hij is dood, hè. Gegarandeerd morsdood. Dus ja. Nadeel. Ah, Flappy Wings. Oké, genoeg. Score aan de 10. Like, comment en subscribe voor meer Flappy Bird. Dus ja, like, comment en subscribe. Peace out.